yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij Dominee spelen op Modern Warfare Remastered. En natuurlijk denken jullie natuurlijk van... Stino, waarom speel je nog Modern Warfare Remastered? Je bent kapot slecht. Het gaat niet lekker. Je race alleen maar. Je bent salty. Ze hebben een update uitgebracht. Ik zeg niet dat het door de beet gaat. Maar ze hebben een update uitgebracht waardoor je connectie... Of tenminste, waardoor de connectie een stuk stabieler is. En ik heb even getest. En het speelt aardig lekker. Collaterals, die zijn eraan toegevoegd. Dus als je een M16 hebt zoals ik nu ook mee speel. En er staat een hele groep achter je tegenstander. En die moken je helemaal neer in één burst. Dan heb jij gewoon de triple. Dus dat is heel erg relaxed dat ze dat eindelijk hebben toegevoegd. Dat, zo hoort het eigenlijk ook wel een beetje, vind ik. Dus dat. Dus je kunt ook nu collaterals krijgen met jouw sniper. Als je goed bent in snipen, ik zeg maar wat. En sowieso met een M16 is het gewoon... Ah shit, pittig relaxed. Gewoon alleen al omdat je gewoon in één burst dan opeens drie man kan hebben. Dus dat is eigenlijk wel een beetje waar Modern Warfare Remastered... Ja, zijn ding lekker doet, zeg maar. Zoals het hoort, zoals ze dat eerst deden. Ik ben gestunt of geflashed. Oh, dat is mijn granaat volgens mij. Dat is niet mijn granaat. Hij zit daar nog wel ergens. Daar, ik heb hem. Let's go. En ik moet jullie zeggen, jongens, ik geniet er meer van om Modern Warfare Remastered te spelen, moet ik zeggen. Sinds die update uit is en alles een beetje lekker connect. Ja hoor, ik ben er tevreden mee. Ze doen lekker wat de spelers willen. En dat vind ik heel erg tof. Collaterals lekker toevoegen. De connectie verbeteren. Dat zijn allemaal dingetjes die je bij zo'n oude game... Oh, ik ga mezelf pillen. Die je bij zo'n oude game gewoon nodig hebt. Helemaal als je hem remastert. Dat alles gewoon lekker smooth loopt zoals je echt wilt. Ik heb daar een hele random... een heel erg random grenade kill. Er zit als het goed is hier eentje... Oh, even wachten. Even campen. Oh mijn god, ik faalde bijna. Maar ik heb hem wel. Oh mijn god, boven. Oh my god, ik heb hem nog. Holy shit. Holy neten. Komt er hier nog één? Volgens mij niet. Oh, friendly airstrike on the way. Shit. Ik wou de mijne net inroepen. Oh mijn god, ik moet nog eentje voor helikopter. Ik wil even snel die airstrike inroepen. Eerlijk gezegd. Anders overlap ik natuurlijk mijn airstrike en dat willen we niet. Ik ga hier even zitten. Even kijken. Hopelijk haal ik één kill met die airstrike. Dan heb ik meteen mijn heli. Please, één kill. Eén kill. Nee, geen één kill. Oké, dat maakt niet uit. Oké, we hebben een friendly chopper. Nou ja, in principe is dat al pittig relaxed. Het is niet mijn chopper, maar... Maakt dat heel veel uit? Nee, want ik heb ook niet mijn chopper. Dus ja, chill. Ik ben wel bijna afgesnijd, moet ik zeggen, joh. Holy neten. Nu moet hij echt alles gewoon keihard pieken, jongen. We gaan lekker, we gaan heerlijk. Ik moet je zeggen, ja... Ik wil allemaal dingen zeggen, maar ik moet zeggen, ik speel echt lekker op dit spel op dit moment. En ik weet bijna 100% zeker dat zeker door die update komt, waardoor de connectie echt een stuk en stuk verbeterd is. Ik wou net zeggen, er komt er één. Ik wacht de hele tijd op hem. Alleen hij wacht... Oh, dat is slim hoor. Dat moet op dit spel, want je kunt gewoon niet snel reageren. Je kunt gewoon niet snel reageren. Hallo? Er spant hier. Er spant er twee. Oh mijn god, hij komt me gewoon door de... Oké, door de muur heen schieten. Is goed. Kan ik ook nog mijn heli inroepen, jongens? Of... Jesus. Ik wacht anders wel even tot de tweede ronde. Een lekkere triple. Hoppakaas. M16 is daarom... Het is echt zwaar overpoot op dit spel. Dat is niet normaal. Oeh, ik raakte wel een mens met mijn grenade. Oh, teruggooien. Oh mijn god. Daar heb ik geluk hoor. Zo, die beweegt snel, hé. Het is eigenlijk gewoon bijna ook spray en wachten tot je een kill krijgt. Lekker. Oh god, ik ga bijna mijn helikopter overlappen waarschijnlijk. Oh, ik gooi mijn helikopter in. Oh, ik heb ook gewoon een nieuwe helikopter verdiend. Maar ik had hem dus overlapt. Dat is een beetje kut. Oh, jezus, we gaan moken hard, jongen. Echt chill. Er zit er een boven. Oh, mijn helikopter heeft hem. Anders had ik hem ook gehad. Relaxed.
Oh, als ik even iets meer tikjes gaf, jongen, dan had ik... Oh, laat ik gewoon een dik spawn trap kunnen hebben, man. Je hebt er op eentje, ik weet niet, volgens mij heet die downpour in mijn hoofd. Volgens mij wel, of crash, een van die twee. En dan heb je echt een mokerzieke spawn trap. Dan moet je wel natuurlijk voor zorgen dat je team een beetje meewerkt. Maar die is echt, die is verschrikkelijk eng. Dat is gewoon ook niet meer leuk. Dat is gewoon letterlijk zitten, schieten. Ik zweer het je. Het is bijna hetzelfde als deze. Maar hier moet je dan nog een beetje uitkijken. Hoppakaas, let's go man. We hebben meteen onze radar voor de volgende ronde. Ik voel dat we eigenlijk een lekker potje op Modern Warfare Remastered gaan neerzetten, jongens. 31-9 gaan we de eerste helft. Wordt dit dan uiteindelijk onze epische game waar we op wachten? Waar we echt allemaal op gehoopt hebben, bij mezelf sowieso. Want ik heb geen enkel chill potje op Modern Warfare Remastered gespeeld. Tot aan deze update. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk eerlijk gezegd dat het aan die update ligt. Kan ook aan mezelf liggen soms hoor. Redelijk vaak, maar... Oh, Friendly Chopper, hier, dat bedoel ik. Je kunt trouwens ook, dat vind ik wel bullshit, dat moet ze wel updaten. Je kunt meteen aan het begin van het potje meteen al je streaks inroepen. Dus laten we zeggen, een airstrike op de vlag. Je heli dus inroepen. Dat vind ik wel een beetje bullshit. Dat mogen ze voor mijn part wel veranderen. Behalve als het natuurlijk in je voordeel werkt, maar... Dan is dat nog bullshit, dus... Ja, ik vind dat ze dat er wel uit mogen halen in principe. Oh, jammer. Ik had nog één keer voor een helikopter nodig, maar ja... Er zat ook wel een helikopter in de lucht. Kan gebeuren, kan gebeuren. Staat hij hierheen en daarheen. Teammate heeft die andere volgens mij. Losing Alpha, maar ze gaan nog wel hier spannend, lijkt mij. Nee, oké. Okay. We staan redelijk voor. Ik ga geen vlag pakken. Waarom? Omdat ik echt lekker even voor de kills wil gaan. Daar volgens mij in het midden van de map. Even een stuntje eromheen. Overheen. Lekker, let's go. Staat hij hierheen. Oh mijn god, lekker. Oké, doorlopen. Oh. Oh, en dan word ik in mijn rug gepakt. Ja, ik wist dat hij in mijn rug zat, daar niet van, maar... Ik negeerde het eigenlijk een beetje, dat was best wel dom. Ik wou net zeggen, er zit er een jongen, maar ik had op zijn kop kunnen richten. Waarom krijg ik geen één keer op die vlag? Oké. Okay. Ik vind die airstrike vind ik soms wel een beetje broken nog hoor. Shit, hij zit er... Ze zitten allemaal daar de headglitch, jongen. Ik moet echt eerst rustig gaan kijken waar ze zitten. En dan moet ik pre-fire en pre-aimen, man. Wacht. Hij weet ook gewoon precies waar mensen staan, hè. Headshot. Op jou wacht ik. Dankjewel, zit er nog één. Of was dat die één? Oh, dat was die ene. Oh, die heb ik ook. Lekker, hoor. Bukje deurie! Nu een grenade gooien. Hoppakaas. Nu er even in pushen. Zodat ze... Ah, shit! Zodat ze eigenlijk gewoon helemaal niks meer kunnen. En het liefst gewoon niet kunnen snipen. En gewoon niet naar boven gaan. Maar als het goed is, zit hij er alweer. Ja, hij zit er alweer. Daar zo. Ja, hij staat te bukken. Of staat te bukken. Hij zit te bukken. Even een grenade gooien. Daar zit er ook nog één... Die raakt ze dan weer wel, jongen. Potje dirty. 42-16. We gaan echt lekker, hoor. En toch. 2. Hier zo. Waar zit hij? Ah, crap, jongen. Nu gaan we alleen maar achter elkaar dood. Dat is niet goed. Ze zitten alleen maar op die vlag daar te campen. Omdat ze verder niks kunnen. Dat snap ik best wel. Dat zou ik niet doen, though. Ik zou dat gewoon proberen. Oh, mijn god. Jij bent zo hard geturnd, dat is niet normaal. Die was ronduit belachelijk. Hoppakaas, let's go. Oké, we hebben A gebroken. Dat betekent dus dat ze overal nergens gaan spawnen nu. Ik hoop het liefst bij C. Dat ze dat... Ja, oké, lekker. We gaan gewoon dit doen. En geen flikken raken, let's fucking go. Shitzooi. Oh, ik heb wel iemand gestunned, though. Oh. Stun assist. Oké, let's go. Goed bezig. Ja, dacht... Ah, ik moet leren knife, man. Ik ben gewend op Infinite Warfare natuurlijk dat je twee keer moet gaan slaan. Dus ik knife nooit echt meer. Hij zit er boven sowieso. Oh, nee, oké. Okay. Waar is deze man dan? Oh, daar. Oh, airstrike. Airstrike van de enemy? Zo. Not disappointed at all.
zitten ze in godsnaam? Ah, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Ik heb volgens mij een heerlijk score. Je kunt het helaas nog niet zien wanneer je gewonnen hebt of verloren. Maar, moet je zeggen jongens, Modern Warfare Remastered is echt, echt top op dit moment. 46-18. Lekker potje domination. Ik hou ervan. Dus, ik hoop dat Call of Duty Modern Warfare natuurlijk zo lekker blijft. Zodat mensen, als ze oldschool willen spelen, dat ze gewoon nog lekker, lekker goed met een lekkere verbinding oldschool kunnen spelen. En ik ben blij dat Modern Warfare Remastered eindelijk deze update heeft gekregen. Want deze update doet het spel echt heel goed. Dus jongens, mocht je deze video nou leuk hebben gevonden, even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal voor meer van deze video's. Abonneer natuurlijk mijn kanaal, wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jou weer terug bij een gloednieuwe video. Later jongens.